Hey, het is al een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt voor dit angst en paniek kanaal. En ik denk, ja, moet toch maar eens een keertje wat gaan filmen, toch? En ik ben momenteel nog in de Ardennen. Heerlijk riviertje. En zoals je ziet, ziet het er hier best nice uit. Een hele mooie rivier. Stromend water. Schitterende natuur. En we hebben echt even een weekje een beetje rustig aangedaan. Ik heb ook niet heel veel gedaan. Maar ik blijf gewoon dat kakhoofd, dat blijft gewoon constant hetzelfde doen. En daar word ik een beetje moe van. Want ondanks dat ik nu kan genieten van de natuur. Ik kan alles doen, ik hoef niet te werken, ik zit nergens aan vast, ik heb geen planning. Ik kan tekenen, ik heb mijn laptop bij me om een beetje muziek te maken of iets. Ik wil er heel graag schrijven aan filmpjes. Ik heb een paar filmscriptjes staan en ik wilde heel graag die scriptjes verder gaan uitwerken. En een beetje kijken of ik kon herschrijven al of uitbreiden, het einde eraan verzinnen. En ik heb bijna niks gedaan. Nee. Want dan heb ik een paar ideeën. Ja, ik kan dit doen, dat doen, dat doen. En dan denk ik aan de andere kant van ja. Maar het heeft eigenlijk toch geen nut. Want ja. Of ik dit nou wel doe of niet doe. Ja. Uiteindelijk ga ik toch een keer dood. En het is zo kak dat je hoofd steeds weer daarin terugvalt. Dat je constant in een soort van depressieve mode valt. Dat vind ik eigenlijk best kak. Niet leuk. Terwijl er is zoveel moois te zien hier, zoveel moois te doen, zoveel te genieten. En elke keer als je weer iets bedenkt van, ik ga dat doen. En soms begon ik er eventjes aan en dan ben ik even aan het schrijven en dan zit ik alweer te denken van ja, maar misschien had ik toch ook het andere moeten doen. Of misschien had ik ook iets moeten gaan tekenen. Nou, ik heb een paar tekeningen gemaakt hier. Maar voor de rest, er is niet heel veel uitgekomen. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft niet altijd iets te doen. En dat is ook een beetje waar ik moeite mee heb, om niets te doen. Want ik kan heel slecht niets doen. Ik wil toch elke keer wil ik wat doen. En waarvoor weet ik niet, maar een soort een dwang om iets te doen. Maar als ik iets wil gaan doen of wil gaan ondernemen, dan denk ik van ja, maar het heeft toch geen nut. Dus eigenlijk is het een soort constant die cirkel die maar rondloopt van iets gaan doen, maar het heeft toch geen nut. Ja, ik wil iets gaan doen, maar het heeft toch geen nut. En daar word ik een beetje kakscheid van. Maar ik ben benieuwd of jullie, of dit herkenbaar is, of jullie dat ook hebben. Terwijl ik ben echt aan het lachen geweest, ik heb echt lol gehad en mooie dingen. En hier s'avonds is ook schitterend trouwens. Ja, aan de overkant heb je ook nog wat meer, wat pandjes staan langs het water. Is ook heel erg mooi. Dus de omgeving is echt geweldig, zeg maar. En lekker zwembad hier. Je kan onwijs genieten van alles hier. Riviertjes, echt super. De stromende water, daar word ik altijd een beetje enthousiast van. Zit hier ook vol met visjes. Ik weet niet of het goed te zien is. Ja, op het schermpje zie ik het bijna niet. Zelfs vlak voor de kant zie ik visjes. Iets groter visje daar. Kijken waar die zit, of ik dat ga zien. Daar. Ik zie daar nog grotere vissen trouwens, bij die stenen. Net voor die stenen, daar ergens. Ik weet niet of ik dat gaat zien. Daar zit, iets grotere vis. Ja. Zie je? Dus ja, dit is hier zo mooi. Maar wat ik zeg, weet je wel, dat hoofd dat blijft gewoon constant toch weer hangen in dat soort van depressieve modus. En daar word ik een beetje kak van. Zo jammer.
Ja, graag hoor ik van jullie of jullie dat herkenbaar vinden. Mijn angst en zo, die zijn gelukkig al heel lang weggebleven. Ik heb wel van de week, 's avonds had ik ineens een beetje idee dat ik te weinig zuurstof had. We slapen in een soort caravan tentachtig iets en alles is dicht. En dan denk ik, ja, het is niet zo groot met twee volwassenen, twee kinderen. Dan misschien is het te weinig zuurstof. En dan voel ik heel even dat mijn ademhaling moeilijk doet. Maar voor de rest ging het eigenlijk prima. Ik heb helemaal geen angstdingen gehad. Maar ja, wat ik zeg, dat depressieve gevoel, dat is zo irritant. Dus ik ga het nu maar in ieder geval iets doen wat ik wel zeker weten ga doen. Want dat is eten. Want we gaan even lunchen. En dan gaan we vanavond blijven hier nog even eten en dan gaan we naar huis. Dus ja, al met al zou ik zeggen, van ik heb onwijs toch genoten. Want ik heb altijd al naar deze regio gewild, de Ardennen. En dan ook op een camping aan zo'n rivier. Dus ja, super gaaf. Maar graag hoor ik van jullie. Als jullie dit filmpje leuk vonden, graag een likeje. Vind ik leuk om even te kijken hoe mensen het bekijken. En wil je meer van mij horen, want ik ga waarschijnlijk wel weer wat meer filmpjes maken. Dan kun je natuurlijk ergens abonneren, daar en zo. Komt goed. Ja? Oké. Hey, stay strong en ik zie jullie later. Hoi hoi.